Deze heeft gewoon rustig een Latios van... Holy shit. Can't escape. Oh, natuurlijk. Leuk, leuk, leuk. Hier zat ik op te wachten. Can't escape. Oh, leuk, leuk, leuk. Hier zat ik op te wachten. Oh, daar gaat hij. Daar zijn we weer. Hey, kijkers van de Mannen Public. Jullie kijken naar deze nieuwe Pokémon Fire Red Randomized Nuzlocke. Wij gaan vandaag weer richting de cave. Misschien dat wij een aantal nieuwe Pokémon kunnen vangen als wij ze niet vermoorden. Zoals die Bulbasaur vorige aflevering. En ja, we hebben dus vier leden in ons team. Wij hebben afscheid moeten nemen van Eva. Wat wij als eerste gaan doen is, voordat wij dus naar de cave gaan, even kijken hoeveel geld we hebben. Wij hebben 3000. Hoeveel Pokéballs hebben wij nog in onze tas? Dat zijn er 6. Dat zijn er op zich genoeg. En we hebben geen potions. Dus ik denk dat wij potions gaan kopen bij de markt. Echt in overvloed, zoveel als wij kunnen. Want we moeten heel huids die cave doorzien te komen. Dus eens even kijken hoeveel wij er kunnen kopen. Wij kunnen net geen 10 potions kopen. Ik denk dat wij er 6 kopen. Ja. En dan denk ik ook nog een paar antidotes. Laten we er daar ook 6 van kopen. Ja. En een escape rope. Die kunnen we dan nog net kopen. Stel, we moeten echt in noodzaak die grot uit omdat het helemaal misgaat. Dan hebben we die maar bij ons voor de zekerheid. Wij gaan richting de cave, dames en heren. Volgens mij komen wij geen trainers meer tegen. Dus geen onverwachte dooien hopelijk totdat wij bij de cave aankomen. En dit is route nummer 3. En daar hadden wij dus de kans om een Bulbasaur te vangen wat ons niet gelukt is. Dus hier mogen wij niks meer vangen. Maar is dit ook nog route 3? Vraag ik mij af. Ben jij een trainer? Nee toch? Nee. Is dit route 3? Vraag ik mij af. Ja, dit is route 3. Dus dat betekent dat wij ook hier geen Pokémon mogen vangen. Helaas. Dus wij kunnen eigenlijk regelrecht naar de cave. Als het goed is zit hier iets in de rotsen verstopt. Heb ik dat goed? Nee. Nou, dan zijn wij eigenlijk compleet opgeladen om onze opwachting te maken in de cave. En daar kunnen wij gelijk een nieuwe Pokémon vangen om deze aflevering mee te starten. Dus dat is eigenlijk hartstikke goed nieuws. Here we go. De eerste Pokémon die wij tegenkomen is voor ons. En dat is niemand minder dan, dames en heren, Duskull. Oeh, een ghost Pokémon. Dat is op zich helemaal geen slechte keuze. Ik denk dat wij deze kunnen... Ja, scratchen waarschijnlijk niet. Dus wij moeten denk ik Water Gun doen. Maar hij is level 9. Dus hij gaat vast niet in één keer dood. Laten we eruit gaan van niet. Kijk eens aan. Critical hit. Hij overleeft het. En wij kunnen dus een Duskull vangen. Het is een meisje. Maar ik zag in de comments een paar mensen die zeiden... Of in ieder geval één comment heb ik gezien. Die zei... Ja, misschien is het toch niet zo leuk om het eerstvolgende meisje weer Eva te noemen. Geef anderen ook een kans. Dus ja, laten we dat dan doen, I guess. Ik heb alleen nog geen andere meisjesnaam gezien in de comments. Dus ja, dan moet ik zelf gaan bedenken. En dan doe ik gewoon iemand in mijn vriendenkring. Die ik goed ken. En die ik weet dat die misschien Pokémon ook wel leuk vindt. Misschien vindt ze het niet zo leuk om een Duskull te zijn. Want het is niet de knapste Pokémon. Maar laten we deze Pokémon Carré noemen. Zullen we dat doen? Ik vind het goed. Carré de Duskull. Here we go. Carré de Duskull is part of the team. Kan Duskull ook nog iets? Oftewel Carré, of kan die alleen leer? Wat moeten wij doen om deze een beetje te trainen? Dit is een ghost Pokémon die Nightshade kan. Dus die doet al 10 damage. 9 damage. Excusez-moi. Nightshade doet namelijk evenveel damage als dat het level is van de Pokémon. We geven Duskull even een potion. Nee, dat doen we niet. We sparen deze potion, want het Pokécenter is hier letterlijk buiten om de hoek. Dus laten we... Oh, we hadden ook een Telo kunnen vangen. Oei, 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 oei. Ik ben benieuwd. Laten we nog even... Oh, can escape. Dit is niet prettig. Oh, Carré. Is dit al het einde van Carré? Oh, dit doet geen effect. Hallo. Ik wil escapen, jongens. Hij doet focus energy. Dan gaat zijn attack ook nog omhoog. Laten we dit alsjeblieft niet afwachten. Got safely away. Thank God. Dan gaan wij heel even naar het Pokécenter en dan gaan wij een stukje de grot door. In principe komen we niet heel veel trainers tegen, wel een aantal. We kunnen wat items hier tevoorschijn toveren. En als het goed is komen we dan op een gegeven moment Team Rocket en een fossiel tegen. Dus ja, ik weet niet of we zover komen in deze aflevering. Maar het zou chill zijn om de grot uit te komen vandaag.
Eens even kijken. Wij hebben hier een Pokéball liggen, dus laten we daar gelijk even kijken wat dat is. Hier hebben we een Ekans. Die zouden we denk ik wel aankunnen. We moeten Karee natuurlijk wel een beetje trainen, dus laten we Nightshade doen. Dat vind ik wel een goeie. Nightshade doet 9 damage, is niet heel veel. Hoe hoger deze Karee wordt, hoe beter. Maar voor nu is dit een redelijke damage. Dus we kunnen Duskull Karee wel redelijk trainen in deze cave, denk ik. Want we willen die eigenlijk toch wel op hetzelfde niveau als de rest hebben als we deze cave uitkomen. Dat lijkt mij tenminste het handigste. Want zodra we de cave uitkomen hebben we en een hele spannende rivalen battle en de tweede gymleader direct. Dus ja, alle training is meegenomen. TM9, Bullet Seed. Dat is voor een gras-Pokémon. Ik weet niet of we die hebben. Ik weet dat we geen gras-Pokémon hebben. Maar of wij een Pokémon hebben die zeg maar daar tegen... Die dat kan leren. Misschien dat Nidoking het kan leren. I guess. Not sure. Goed. Als het goed is kunnen wij een Duskull van level 7 aan. Omdat onze Nightshade nou eenmaal 2 damage sterker is dan die van deze Duskull. Dus ja. Ik dacht, laten we dit ook maar gewoon doen. Zolang wij geen Duskull boven level 10 tegenkomen. Want je ziet, we hebben nog 10 HP over. Is het allemaal prima. Eens even kijken. Karee gaat nog niet naar level 10. Dat is jammer. Wat is dit? Dit is een Paralyzed Heal. Op zich is dat ook wel chill. Voor als wij door een Ekans of weet ik wel wat geparalyzed worden. Alhoewel Ekans doet poison natuurlijk. Geen paralyzation. Goed, eens even kijken. Ik ga die trainer maar niet verslaan met Duskull. Dat durf ik nog niet zo goed. En volgens mij is dat meisje bij dat bord daar niet zo heel sterk. Dat meisje bij het bord is volgens mij geen trainer, dus die kunnen we wel verslaan. Dus ja, laten we kijken hoe ver we komen, dames en heren. Want we zijn alweer ongeveer 7 minuten onderweg. Nightshade is disabled, dat meen je niet. Dan ren ik wel, hier heb ik geen zin in. Goed, dit is een trainer. Laten we kijken of onze Karee iets aan kan tegen deze trainer. Of dat wij hier keihard door de mand vallen. Ze heeft een Wingull, dus van level 14. Ik denk dat dit op zich wel moet kunnen. Laten we kijken of dat ook zo is. In principe doen wij 9 damage op deze Wingull. Laten we kijken hoeveel HP deze Wingull heeft. Dit doet redelijk damage. Oh, Watergun. Hoeveel damage doet dat bij ons? Oh, ongeveer evenveel. Dus als Wingull nog een paar keer Growl of zo doet, dan denk ik dat we op zich wel het moeten kunnen halen. Oh, nog een Watergun. Dan wordt het wel weer tricky, hè? Want dat betekent dat we... we kunnen niet nog een Watergun aan. Dus dat is vervelend. Maar ja, ik wil eigenlijk wel met Karee trainen. Dus ga ik dan nog een potion verspillen? Ja, dat doe ik zeker. Dat hebben jullie goed gezien. Wingull doet namelijk nog een keer Watergun. Doet 8 damage. Dus we kunnen er nog één hebben. En nu doet hij Growl. Oké. Maar goed, Wingull is dood. Karee gaat naar level 10. En dat was een beetje mijn doel. Ik wilde niet Karee terugroepen. En dat ze maar half bakken experience points zou krijgen. Dus 192 experience, hoppakee, gaat naar leveltje 10. Gaat zelfs denk ik al tot de helft van level 11. Dus dat is prima. Dan lopen wij rustig verder. Wat hebben wij hier? Nogmaals een Duskull van level 7. Die kunnen dus disable, dus dat vind ik niet heel chill. Laten we het gewoon bewaren voor de trainers. Het trainen zelf. Ligt hier nog wat? Hier ligt een Pokéball. Oh! En een trainer. Oké. We lopen toch meer trainers tegen het lijf dan ik had verwacht. Dus ik denk niet dat wij de cave uitkomen deze aflevering. Maar dat is op zich niet erg. Deze heeft gewoon rustig een Latios van... Holy shit. Oké, Nightshade. Oh nee. Psywave. Dit gaat pijn doen. Level 11. Dit is helemaal niet oké. Karee heeft het nog maar net overleefd. Oh my god. Dit scheelde echt niet veel. Ik was even vergeten dat deze ook psychic aanvallen kon. Karee, we gaan je terugroepen. Dan gaan wij denk ik Yossa van level 13 inzetten. Want een Psywave gaat niet zoveel damage doen op Yossa. En Yossa is gewoon een tank, dat weten we allemaal jongens. Memento, wat is dat? Wat doet dit? Oh, Yossa's attack is harshly naar beneden. Maar Latios is dood. Oké. Karee krijgt wel lekkere experience, level 11. Yossa ook, level 14. Lekker bezig. Ik weet nou niet wat deze aanval deed. Nu komt Meowth.
Dit is toch niet zo'n aanval dat Yossa doodgaat over 3 beurten of zo? Please, no. Oh, bite. Je zou zeggen super effective, maar dat deed niet zo heel veel. 6 HP eraf. Ik vond die aanval een beetje eng van Latios. Don't die. We hebben deze trainer verslagen, lijkt mij. Niks aan de hand. Oké. Okay. Nou, prima. Ik dacht heel even, hier gaat het helemaal mis en Yossa die gaat dood. Maar dat viel allemaal best wel mee. We vinden een potion. Laten we die dan ook maar direct aan Carré geven. Dan is Carré weer een beetje geheeld en dan kunnen we weer iets langer door deze cave lopen. Oh, we komen een Pokémon tegen. Is het een Duskull? Nee, het is een Ekans. Zullen we daar dan op trainen? Is dat slim? Laten we dat maar doen. Want we willen Carré ook gewoon snel naar level 14 hebben. Ze kan nog maar 2 keer Nightshade. Dat is een beetje jammer. Dus we moeten denk ik toch terug naar het Pokécenter. Dan wordt het allemaal wel een beetje een langdradige aflevering met heel veel heen en weer gelopen. Maar jongens, die afleveringen zitten er helaas ook tussen bij een Nuzlocke. Here we go. Carré kan niet aangevallen worden door een Rap. Maar Nightshade doet ook niet genoeg damage om deze Ekans te vermoorden. Dus we zullen toch nog moeten wisselen. Laten we dat doen naar Raphael, want dan is hij misschien ook level 14. Al de andere Pokémon zijn level 14, dus we willen iedereen een beetje hetzelfde hebben. Rap! Tjongejonge, dan doen wij een Scratch. Kom maar door. Scratch. Zo. En dan is Carré niet naar level 12, dat denk ik niet. Nee, zeker niet. 31 HP is daar niet genoeg voor. Lag hier nog een Pokéball? Jazeker. Laten we die dan nog pakken en dan rennen we even terug naar het Pokécenter. Laten we dan even wegrennen van de Pokémon tot nu toe, want Carré kan toch niet meer aanvallen. Can escape! Oh, natuurlijk! Leuk, leuk, leuk. Hier zat ik op te wachten. Can escape! Oh, leuk, leuk, leuk. Hier zat ik op te wachten. Gaan we het nog een keer proberen. 3 malen scheepsrecht, hè jongens. Run! Jazeker, wij zijn ontkomen van deze Ekans. Dan gaan wij even een rare candy. Die zijn wel chill. We komen een Pokémon tegen. Het is een Duskull. Als het goed is kunnen we daar wel van wegrennen. En dan rennen wij zo snel als wij kunnen naar het Pokécenter. Daar zijn we hoor. Eindelijk in het Pokécenter na 16.000 Ekans die ons niet lieten gaan. Maar we zijn er. Eens even kijken. Wij healen onze Pokémon. Ik dacht al even, heb ik er 5? Ik heb Eva toch vrijgelaten. Maar we hebben nu natuurlijk Carré in het team. Dan gaan wij naar hier. Dan gaan wij de cave terug in. En laten we kijken hoe ver we komen, dames en heren. In deze cave. Volgens mij hebben we alle pokeballs opgepakt die dit in het begin te vinden zijn. Dus wij gaan gewoon zo snel als wij kunnen verder in deze grot. Om er hopelijk zo snel mogelijk ook weer uit te komen. Laten wij de Ekans killen. Wij hebben namelijk weer Nightshade. Oh nee, sorry. Ik ga proberen weg te rennen. Want we willen alles bewaren voor de trainers. Dat lijkt mij een strakker plan. Volgens mij moeten we deze ladder al pakken. Nee, wij moeten deze ladder nog niet pakken. Wij moeten hier nog naar boven. Oh, een trainer. Kijk eens aan, een Torchic van level 11. Torchic, ik wil jou kennis laten maken met Nightshade. Nightshade die 11 damage doet bij jou. Dus ik denk dat jij tot de helft, net niet tot de helft, doodgaat van 1 Nightshade. Net niet. We zullen er 3 nodig hebben voor Torchic. Maar dan denk ik, omdat wij een starter Pokémon killen, dat wij wel naar level 12 gaan. En dat is op zich chill voor Carré. Dan zit ze nog maar 1 leveltje verwijderd van Raphael en 2 levels verwijderd van de rest van onze Pokémon. Dus dat gaat eigenlijk best wel heel erg snel. Torchic is dood en laten we kijken wat de tweede Pokémon is van deze trainer. En of Carré naar level 12 gaat. Net niet, dan gaat het wel van deze Sandshrew. Dus level 12 na deze trainer is hartstikke netjes. Ik denk dat Sandshrew best wel wat HP heeft. En we doen natuurlijk maar 11 damage met Nightshade. Als we hem zouden raken tenminste. Dankjewel voor die Sand Attack, Sandshrew. Maar Sandshrew is best wel een bulky Pokémon. Dus ik denk dat hij best wel wat HP heeft. Laten we eens even kijken. Ja, daar hebben we er ook gewoon 3 voor nodig. En dat is 2. En dan nog eentje nodig. Of misschien zelfs 2. Misschien dat wij er wel 4 nodig hebben voor deze Sandshrew. Laten we kijken wat deze Nightshade doet als die zou raken. Op deze manier gaan ze wel hard op, hè, Carré. Je hebt er nog maar 8 over. Op deze manier moet ik over een kwartiertje weer terugrennen naar het Pokécenter. Oké, Sandshrew is dood. We hebben nog 7 Nightshades over. Carré krijgt 219 experience points. Gaat naar level 12 en leert Foresight. Dat is eigenlijk een aanval die geen damage doet. Dat vind ik jammer, want Nightshade gaat best wel snel op, moet ik zeggen.
Goed, wij gaan hier naar beneden. Dan moeten wij deze trainer verslaan en dan hebben we daarboven een trappetje. En zo komen wij langzaam deze cave uit. Ik weet nog dat ik hier als kind echt heel lang rondliep, omdat ik helemaal de weg kwijt was en niet wist waar ik heen moest. Maar tegenwoordig ken ik deze cave wel op mijn duimpje. Oh, Absorb doet wel damage. Doet ook best wel wat damage. 5 HP eraf. En dat betekent eigenlijk dat Nightshade nog langer nodig zal hebben. Want ook Tangela is best wel een bulky Pokémon. En als hij... Oh, hij doet Ingrain. Oké. Okay. Dan krijgt hij ook HP erbij, denk ik. Of niet? Ik dacht, als hij Absorb doet, dan krijgt hij natuurlijk iedere keer HP erbij. Ja, en nu ook met Ingrain. Dan blijf je bezig. Sleep Powder, nee! Oh my god, doet die Sleep Powder. Dan duurt het allemaal nog langer. We hebben ook geen Awakening in onze tas zitten. Ik denk dat ik Karema moet terughalen. Alhoewel, ja, weet je... Lastig. Want dan moeten we uiteindelijk weer naar het Pokécentrum omdat Kare blijft slapen. Laten we Disable doen totdat Kare weer wakker is. Oh, hij doet Absorb. Dan is hij weer voor de helft levend zometeen. Oh, Kare is nog steeds in slaap. Dat is jammer. We blijven gewoon even disablen totdat Kare weer in het land der levende is. Wordt wakker Kare? Ja, ze is wakker. Disable. Wij hebben Absorb disabled, hoop ik. Ja, dat is lekker. Dan krijgt hij alleen nog wel leven erbij van die Ingrain. Laten we hopen dat hij niet weer Sleep Powder doet. Nightshade. Sleep Powder is gemist, dankjewel. Wij doen Nightshade. En dan hebben we er nog eentje nodig. Please geen Sleep Powder. Alsjeblieft, geef ons de kans om met Nightshade deze Tangela af te maken. Dan krijgt Kare in ieder geval al die experience punten. Sleep Powder is gemist, dankjewel. Dan denk ik dat dit genoeg is. Net genoeg. Ja, thank God. Tangela is dood. Wij krijgen 355 experience points. Dat is lekker. Dat is veel. En wij zitten... Oeh, wij gaan een Growlithe proberen te verslaan nog. Dat gaat ons misschien wel lukken. En dan zouden we al op level 14 zitten. En dan... Alhoewel... Ik ga denk ik hier... Nee, dan had ik gewoon moeten wisselen al op voorhand. Want anders krijgt hij weer damage. We doen wel gewoon... Oh, bite! We gaan wisselen. We gaan toch wisselen. Kare is nu echt tot twee keer toe al bijna dood gegaan. Rafael, kom erbij alsjeblieft. Want we hebben je water gun nodig, jongen. En jij moet ook naar leveltje 14. Een critical hit, dat is lekker. Maar niet heus. Want nu heeft Rafael ook aardig wat damage. Ik denk dat wij nog wel een bezoekje aan het Pokécentrum moeten brengen op een gegeven moment. Voordat wij de cape uit zijn. Kare is niet level 14 helaas. Venomoth! Ja, ik denk dat ik daar Paul voor nodig heb met Rock Tomb. Niet zeker, maar ik denk het wel. Laten we eens gaan kijken. Hallo Venomoth, wij gaan even Rock... Oh, dit is Poison Sting. Dat doet helemaal geen reet. Ik moest Rock Tomb doen. Dit is stom zeg. Supersonic, ai. Oh, ik had Rock Tomb moeten doen. Of Pack, of zo. I don't know. Gelukkig is hij niet zichzelf aan het hitten. Maar dit doet als het goed is wel wat damage. Ja, kijk eens eventjes hier. Tackle doet ook wel wat, maar niet heel veel. Dan doen wij een Poison Sting erachteraan. Dan is deze Pokémon... Ah, tuurlijk, we slaan onszelf nog even. Het gaat allemaal niet van een leien dakje vandaag, jongens. Het gaat allemaal vrij moeizaam, moet ik zeggen. Oké, we zijn uit onze Confusion gelukkig. Hoppa. Venomoth is dood. Dan krijgen wij, als het goed is, wat experience, maar niet heel veel. Net geen level 15 voor onze Paul. Dan ga ik toch nog even een potion geven aan, jawel, Kare. En laten wij dan nog wel even deze trainer verslaan hierboven. Zo te zien is mijn microfoon gestopt met opnemen. Dat is allemaal super fijn. Dus jullie horen al een tijdje en nu nog steeds tot het einde van de aflevering. Gelukkig zijn we zo klaar. Helaas een hele slechte mic. Want dit is nu de microfoon van mijn telefoon en die klinkt nogal hol volgens mij. Dus sorry daarvoor. Wij doen nog even deze trainer verslaan. En dan denk ik dat wij een stukje verder zijn in de grot. Nog lang niet eruit, maar dat we daar wel moeten stoppen. Ik zal wat harder praten, zodat de microfoon mij hopelijk oppakt. En laten we kijken of we deze Nidoran kunnen verslaan met 2 Nightshades. Als deze Nidoran 26 HP heeft, moet dat lukken. Gaat hij voor de helft dood? Nee, het gaat niet genoeg zijn. Dat is jammer. Oh, hij doet hem ook nog terughalen. Dat is helemaal jammer.
Hallo Murkrow, Nightshade op je gezicht. Had deze wel genoeg geweest? Nee, ook niet. We gaan wisselen. En we gaan wisselen naar Raphael, want die moet naar leveltje 14. Komt u maar door, komt u maar door. Doet wel een beetje pijn, maar niet heel veel. Wij doen Watergun. Oh, we krijgen eerst nog een pack op onze donder. Ai, ai, ai. Ga maar dood. Net niet. Astonish. Oké, doet ook niet heel veel damage. Zo. Als Rafa maar naar level 14 is, dan vind ik het allemaal goed. Carré gaat nog niet naar de volgende level. Zo. Rafael naar level 14. Dan krijgen we Nidoran terug. Laten we dan Carré nog even inzetten. Dan is zij hopelijk ook naar leveltje 14. En dan roepen we Carré gelijk weer terug. En dan zetten we heel even iemand anders in. Want Carré kan toch geen damage meer doen, want Nightshade is op. Dus wij zetten, ik denk, Yossa weer in. Laten we dat maar doen. Yossa, kom er maar bij. Hallo, hallo. En dan mag Yossa even Confusion doen van mij. Confusion op Nidoran, alstublieft. Zo, die is dood. Dan gaat Carré, denk ik, ook naar level 14. En dat vind ik eigenlijk wel chill. Want dan zijn al onze Pokémon level 14. Allemaal hetzelfde. Dus dat vind ik wel chill. Dustox is goed. Zet Dustox maar in, want die gaat Confusion niet zo leuk vinden. Oh nee, trouwens wel. Ik dacht heel even dat het Duskull was, maar het is een Dustox. Nou ja, Confusion doet alsnog gewoon heel veel damage. Niet op ons, dus dat kun je wel proberen, Dustox, maar dat gaat niet zoveel doen. Nou ja, we zijn wel confused, dus dat is vervelend. Maar, Pound. Yossa, even niet in de war zijn. Kom. Goed zo. Pound. En Dustox is ook neer. Niet naar level 15. Ja, gaat hij wel. Hè? Nou ja. Zijn al onze Pokémon level 14, behalve Yossa. Yossa is level 15. Goed. Eens even kijken. Dan gaan wij nog heel even hier door dit. We pakken even deze Pokéball. Een Moonstone, dames en heren. We hebben al een Nidoking, dus daar hebben we hem niet voor nodig. Maar goed, we zijn een stukje verder in de cave. We zijn er nog niet uit, maar ik ga hem voor nu hier stoppen. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk tot de volgende aflevering. En ja, blijf jullie namen en suggesties en gezellig chatten in de comments. En dan ga ik dat allemaal lezen. En ik reageer ook best wel veel, dus blijf dat zeker doen. Mensen, bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Ciao!